Goeiedag, leuk dat je kijkt naar een extra aflevering van Sportclub Rijnmond. Het begint een traditie te worden. TV Rijnmond, RTV Rijnmond is erbij als in het Kralingse Bos het CIO wordt gehouden. Dit jaar voor de 70ste keer. Het is donderdag begonnen, vrijdag, zaterdag en morgen de afsluitende dag. En op zaterdagavond een van de hoogtepunten. Een van die hoogtepunten is de Kuur op Muziek. Een geweldige dressuurwedstrijd waar dit keer de beste combinaties uit de wereld in actie gaan komen. We gaan er straks live naar kijken hier op TV Rijnmond en we gaan erover praten voorafgaand aan die Kuur op Muziek. Want hier in de piste worden de mensen vandaag, het publiek uit verkocht huis, geconfronteerd met een bijzondere commentator. Het is de bariton Ernst Daniël Smit die vandaag gaat laten horen wat hij vindt van de muziek en het paardrijden. Ja, een bijzondere commentator. Nee, een tijdje geleden deed ik in Wezep. Mijn zangleraar woont in Wezep en zijn dochter is vervent paardrijdster. En die kwam toen met het idee van, wil jij iets zeggen over de muziek bij de Kuren? Vinden mensen misschien wel leuk om wat achtergrond te horen? Heb ik gedaan en plotseling kreeg ik een verzoek om het hier ook een keer te doen. Dat is nog nooit gedaan in de professionele wereld. Dus ja, een beetje zenuwachtig ben ik wel. En wat zegt een ervaren bariton dan over de muziek van de Kuren muziek? Nou, ik ben een theatrale man, ik ben theatraal ingesteld. Als je nou naar een film zou kijken en je zou de muziek wegdraaien, dan is de spanning van de muziek, de spanning van de film voor een groot deel weg. Bij de oude klassieke proeven was er geen muziek. En nou, bij toeval ontdekte iemand dat de muziek kon toevoegen. Dus je kunt enorm geraakt worden door een bepaalde gang van een paard. Als het heel majestueus is en een groot majestueus op de achtergrond met een groot orkest. Dan krijg je kippenvel. Ik ga vandaan kijken of ze mooie keuzes gemaakt hebben. Of het een beetje past bij de Kuur. Of het karakter van de muziek past bij de Kuur. En hoe muzikaal is een paard, hoe muzikaal zijn de ruiters, hoe muzikaal is de combinatie, hoe muzikaal is het publiek. Ik ben heel benieuwd. En het mes snijdt aan twee kanten, want u kunt gelijk ook aandacht vragen voor Pijn bij Kanker, een stichting waar u ambassadeur van bent. Ja, ik heb die stichting 5 jaar geleden opgericht, naar aanleiding van de dood van mijn vrouw. En die is onder erbarmelijke omstandigheden bezweken aan alvleesklierkanker en dacht, er moet iets goeds uit voortvloeien, dat mag niet nog een keer voorkomen. We zijn in Nederland heel ver met pijnbestrijding, alleen we doen er niet genoeg aan. We onderkennen niet genoeg, we drukken het weg, het is geen thema. En als je ziek wordt en je bent opgegeven en je krijgt geen handje van de dokter, nou ja, we houden je comfortabel. Dat hadden ze mijn vrouw beloofd, is niet gelukt. En in een zo goed ontwikkeld land als Nederland zouden we ons moeten schamen dat mensen creperen van de pijn. Of dat nou chronische andere pijnen zijn of pijn bij kanker. Maar ik richt mij speciaal op pijn bij kanker. Omdat 1 op 3 mensen in Nederland heeft te maken. Of het krijgt kanker. De hele familie heeft ermee te maken. De helft daarvan sterft bijna van de pijn. Dus daar moeten we wat aan gaan doen. Dus daar zetten we ons voor in. Wens ik u vanavond heel veel plezier bij het paardrijden en heel veel succes met de stichting. We gaan ons stinkende best doen. Bariton Ernst Daniël Smit. Dit is vanavond voor de mensen hier in het stadion te horen zal zijn bij de Kuur op Muziek. De Kuur op Muziek is tijdens het CIO een onderdeel van de landenwedstrijd. Donderdag was daar de Grand Prix. Zojuist is verreden de Grand Prix Special. En straks dus die Kuur op Muziek. En als je die 3 bij elkaar optelt, dan krijg je een land als winnaar. Maar ook wordt er vanavond een individuele winnaar bekend. Degene die uiteindelijk het beste percentage scoort. Barbara Coat, voormalig dressuur Amazone. Ja, hoe staan we ervoor na 2 van de 3 onderdelen? Ja, na donderdag gingen we aan de leiding. We hadden 13 plaatsingspunten, Zweed had 15 plaatsingspunten, dus dat was hartstikke mooi. Goed uitgangspunt. In de Grand Prix Special werd net echt fantastisch gereden door onder andere de Zweden. En we hebben nu middels allebei 19 plaatsingspunten, dus het wordt heel spannend. Dus je kan zeggen donderdag won Nederland en de Grand Prix Special is door Zweden gewonnen? Min of meer wel, ja. En Therese Nielshagen zette echt een fantastische proef neer. Hans-Peter Minderhout heeft ook een fantastische proef gereden, maar haalde het net niet. Was echt heel, heel jammer. Maar de Kuur belooft wel, dus derde deel komt nu. Ieder land heeft 4 combinaties. Nederland heeft ervoor gekozen om Emily Scholtes en Hans-Peter Minderhout zojuist te laten rijden. En straks dus Edward Gal en Madeleine Witte-Vrees. Waarom is het tot die verdeling gekomen? Nou, Edward en Madeleine hebben allebei echt een waanzinnig mooie Kuur. Het is een eigen compositie van Joost Peters. Dat is eigenlijk ons geheime wapen in het maken van hele mooie Kuren. Ja, en zeker die van Edward gaat mensen misschien wel tot tranen roeren. Dus ik denk dat we daar heel slim een slimme zet mee doen. Als we even teruggaan naar de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, Charlotte Dujardin, helaas niet aanwezig hier, die won toen met een percentage van bijna 94%. Dat is bijna perfect. Zijn dat scores die hier ook te halen zijn?
Ja, ik denk dat het absoluut mogelijk is om zo'n mooie score neer te zetten. Zeker vanavond in deze prachtige entourage hier. Alleen wat natuurlijk wel zo is, is op een Olympische Spelen, ja, daar wordt naartoe gewerkt met de paarden. En je wilt pieken op het goede moment. We zitten nu nog vrij vroeg in het seizoen. Ja, niks is onmogelijk, maar ik hoop eigenlijk dat die scores gehaald worden door de Nederlanders in try-in straks in Amerika tijdens de Wereldruiterspelen. Ja, want daar werken zij naartoe. Is dat dit dan een serieuze wedstrijd of echt een opwarmer voor die Wereldruiterspelen? Dit is echt een hele serieuze wedstrijd voor de bondscoach om te kijken wie daadwerkelijk uitgezonden gaan worden. Het is hier best wel een moeilijke baan om te rijden, omdat het natuurlijk heel groot is met veel publiek. En dat is een hele goede test voor de ruiters en de paarden vooral. Over test gesproken, dit is het 70ste CAO. Is ook een test, hè, voor volgend jaar augustus. Dan worden hier drie EK's gehouden. Ja, Rotterdam makes it happen, hè. Het is onvoorstelbaar. We hebben drie EK's binnengehaald. Zowel het springen als dressuur als de paradressuur. Ja, en dat is ongelooflijk. Geweldig. En hoe uniek is dat, drie EK's in één keer? Of is dat ieder jaar zo? Ik kan me niet heugen dat er drie EK's in hetzelfde land gehouden werden. De FIA ziet dit ook als een warming-up voor volgend jaar. Tot nu toe verloopt het vlekkeloos. We geven wel weer een visitekaartje af. Dat doen we elk jaar hier in Rotterdam. Absoluut. Het is een prachtig concours. En ik hoor ook van mijn collega's dat ze hier ontzettend graag willen rijden. En dat zie je ook met een hele sterke afvaardiging elk jaar weer. Op wie verheug jij je in de Curo-muziek nu het meest vanavond? Edward. Absoluut. En is hij in staat om hier te pieken? Ik verwacht dat hij gaat pieken en ik verwacht ook dat hij de overwinning binnenhaalt voor Nederland. Maar het moet allemaal nog wel gebeuren. En ja, ik weet hoe het is om met druk de baan in te rijden. Ik heb er heel goed gevoel over. Oké, we gaan kijken naar de Kuur op muziek. De derde dag van het CAO, het 70ste CAO. Het commentaar bij de beelden is van Bettina van Hazelen. Nu dan, gaan we uitkijken naar Nederlands beste combinatie van dit moment. Edward Gal, Glocks, Zonik, NOP, een 10-jarige hengst van Blue Horse Zack uit Blue Horse Romanov. Hij was ook de winnaar van de Grand Prix afgelopen donderdag met 76,956. Dus dit zal zeker de kuur zijn waarbij het hele publiek hier in het Rotterdamstadion de adem zal inhouden. Gaat u kijken naar Edward Gal, Glocks, Zonik en OB.
Edward Hall zag u voor Nederland. Deze Gloxzonic NOP. En wat hebben ze hier in Rotterdam een spectaculaire kuur gereden. En ik denk tot nu toe ook een van de weinige echt foutloze kuren. En hij krijgt dan ook een welverdiend applaus mee hier van het publiek in Rotterdam. Misschien vandaag op de eerste na de uitgestrekte draf niet helemaal zoals het kan zijn. Maar verder hebben we natuurlijk echt kunnen genieten van deze koning in het zadel. Edward Hall. Gloxzonic NOP. Joost Peters heeft dus een prachtige muziek gecomponeerd. Het gevaarlijke op de hoek bij zijn apocalyptische muziek, dat je de intieme momenten verliest. Maar dat is dus niet gebeurd. Ook daar heeft Peters voor gezorgd. Zo geweldig gemaakt. Alleen zo is 1 en 1, 3. Muziek, combinatie, paard, ruiter. 1 en 1 is 3. Laurens, wat kun je er nog aan toevoegen? Nee, vrij weinig. Ik denk dat het heel sterk gereden is. En een heel imponerend paard met natuurlijk een ruiter die daar ook het maximale uit weet te halen. Dat is wat waar deze avond om draait. Mooie dressuur. Ik, en dat waar hebben we lopen wil Edward Gal niet de leiding gaan overnemen hier op het CHO Rotterdam met deze Gloxzonic NOP. We weten het natuurlijk nog niet zeker. Het publiek is er in elk geval over uit. U zag hem naar de uitgang stappen hier richting de bittercontrole. Edward Gal, Gloxzonic, NOP met hun prachtige kuur op muziek. De kuur op muziek van de opa eigenlijk van Gloxzonic, namelijk Romanov. Het paard dat Edward Gal eerder ook nog gereden heeft. Dat is de kuur die hij hier reed, de kuur van die Romanov. Dus wat dat betreft houdt hij het in de familie. En ja hoor, het wordt de leiding. Het wordt ook de eerste die vandaag over de 80% heen gaat. 80-0-7-5. Zweden heeft nog een combinatie te gaan. Nederland heeft ze allemaal al gehad. Maar eerst gaan we kijken naar Stephen Peters voor de Verenigde Staten. Hij brengt aan start de 11-jarige Mary Rosamunde. Gaat u kijken naar Stephen Peters.
U zag Stephen Peters en deze Rosamunde, deze fantastische Mary van Rock Forever. Uitkomend voor de Verenigde Staten van Amerika. En u ziet de beloning voor het paard Rosamunde. En wat een enorme bewegingen heeft deze Mary, deze Rosamunde. Maar wat wordt het dan ook soms moeilijk voor dit paard met de balans. U zag af en toe hier en daar wat slingertjes dan ook in die proef ontstaan. Maar technisch nog steeds heel goed uitgevoerd allemaal. En zeker geen fouten gemaakt. Brengt ons een beetje terug naar de oude tijden van weleer. Waarin we in het begin van de muzikale kuren dat nog niet precies wisten te doen. En allerlei dingen bij elkaar plakten om overgangen dan logisch te laten gebeuren. Tegenwoordig zijn we daar veel verder in geëvalueerd. Later zijn we een speciaal voor kuur componisten gaan huren die op ritmiek van Ruiter en Paard speciale muziek schreven. Denk aan bijvoorbeeld de Symfonie van Bonfire. Het kan mij wel bekoren hoor. Coldplay en lichte klassieke muziek, mooie combinatie. Het kan jou bekoren. En wat is de mening van Laurens? Dat is een heel imponerend paard, deze Rosamunde. En natuurlijk, Stephen Peters is zeer ervaren. En hij loopt het paard knap door de proef heen. Er staat af en toe wat verstoring in de balans bij. Maar eigenlijk heeft hij geen hele grote fouten gemaakt. En met de hele krachtige en expressieve bewegingen. Ja, ik vind dat hele mooie dressuur. En dat werd mooi ondersteund door de muziek. Hele mooie dressuur, zegt Laurens van Lieren over Stephen Peters en deze Rosamunde. Deze zo ervaren ruiter die al zoveel Olympische Spelen reed, wereldruiterspelen, wereldbekerfinales. Zeer succesvol geweest in het zadel van Ravel. Daarna met Legolas, die net met pensioen is gegaan. Heeft nu twee heel goede opvolgers ook op stal. Hij heeft Suppenkasper, daarmee kwam hij uit in de drie sterren hier op het CHO Rotterdam. Maar momenteel zijn toppaard, deze Rosamunde. Het wordt een derde plaats. 77, 1, 3, 5. Tine Vilhelmsson Silfen, zij brengt aan start Paridon Marie, 15 jaar oud, deze zoon van Don Primero. Donderdag hadden ze wat foutjes. Laten we zien wat het vandaag gaat worden voor deze Zweedse Tine Vilhelmsson Silfen en Paridon Marie.
U zag voor Zweden Tine Wilhelmsson Silfen en deze Paridon Marie. Met één hand ging ze naar de finale, naar de eindgroet van deze Curup muziek. En ook het einde van deze Grand Prix Curup muziek. De FEI Nations Cup Dressage hier op het CHIO Rotterdam. Deze Amazone had alles uit de kast moeten halen om die overwinning voor Zweden binnen te halen. Maar toch hebben we hier en daar een foutje gezien in deze Curup, de muziek van Queen. Ik ben een grote Queen-fan. Ik ben diep aangeraakt dat ze deze keuze heeft gemaakt. Daar prachtig op gereden heeft. Queen maakte ooit een prachtig album, A Day at the Races. Tonight it's a night at the dressage in Rotterdam. En ik hoop volgend jaar weer van de partij te mogen zijn. Al was het als toeschouwer om deze heerlijke avond opnieuw te mogen beleven. Dankjewel voor alles. Laurens. Ja, ook ik ben natuurlijk een fan van Queen. Een mooie Queen medley mag niet ontbreken op een avond als deze. En heel slim uitgevoerd. Het is natuurlijk een zeer ervaren Amazone. Ze had nog een keer een storing in de serie om de pas. Die is keurig hersteld in een reservelijn. Ja, een zeer ervaren Amazone die de beste punten van haar paard heel duidelijk naar voren laat komen in de Curup muziek. Dus ik ben heel benieuwd wat voor scoren zij gaat krijgen. Want dat kon wel eens invloed hebben op het uiteindelijke resultaat voor de landenwedstrijd. Inderdaad, ze wachten die laatste score af. Dus op de laatste score van deze Tine Wilhelmsson Silfen uit de Zweden. Paridon Marie, 15 jaar oud. Deze ruin, en het wordt 75-35. En dat is een voorlopige vijfde plaats. En dat betekent dat Madeleine Wittevrees naar een zesde plaats zakt. Maar dat betekent ook dat Nederland hier de landenwedstrijd wint. Deze FEI Nations Cup Dressage op het CHIO Rotterdam gaat naar gastland Nederland. En daar zijn we natuurlijk allemaal ontzettend trots op. Het team bestaande uit Edward Gal met Kloks, Zonik, NOP, Madeleine Wittevrees met Senin, Emily Scholtens met Apache, Hans-Peter Minderhout met Kloks, Dreamboy. Dat is het team dat hier de overwinning binnenhaalt in Rotterdam. Ja, dat was hem, de Curup op muziek. En wat een fantastische Curup op muziek, Barbara Coat. Want Nederland wint de landenwedstrijd uiteindelijk, mede dankzij een fantastische Edward Gal. Ja, het was echt heel spannend, omdat Tinne als laatste mocht. En als laatste heb je echt een voordeel wat betreft de bejurering. Maar Edward had echt heel goed gereden. Dus we hadden echt hoop. En Tinne reed ook heel goed. Dus het had zomaar anders kunnen zijn. Maar met 5% winnen, dat is wel echt heel mooi. Ja, Edward Gal staat op 80%, ruim 80%. Dan zitten we met alle in spanning naar die Zweedse te kijken. Maar die blijft daar wel toch wel ver achter. Ja, ik had gedacht dat ze hoger zou scoren, omdat ik toch wel vond dat heel veel dingen met heel veel ontspanning en echt een mooie gedragenheid en expressie getoond waren. Maar ja, Edward is natuurlijk wel een klasse apart en dat moeten we niet vergeten en dat zie je dus nu weer. Maar voor de leek zoals ik, waar maakt hij dan het verschil? Wat zie je aan hem waarvan je zegt, ja, hij was vandaag echt de beste? Hij zit ontzettend mooi op zijn paard. Hij is al een blikvanger alleen al door de manier waarop hij op zijn paard zit. Ja, en hij heeft natuurlijk een prachtige, prachtige hengst. Zonnek is zwart, is heel mooi bergopwaarts gebouwd, heeft heel veel expressie. Ja, daar kan je bijna niet tegenop. Ze zeggen wel eens bijvoorbeeld in de Formule 1 dat afhankelijk van je wagen je bepaalt op welke plek je eindigt. Dat geldt natuurlijk ook voor welk paard je hebt. Je moet maar net de centen hebben om de juiste paarden te hebben. Ja, ik denk dat zeker je bent. Er is een gezegde in de paardenwereld dat je net zo goed bent als je paard. En ik denk dat zeker wel geldt, alhoewel Edward wel iemand is die bekend staat erom dat hij paarden echt nog wel naar een hoger niveau kan tillen. Later dit jaar de wereldruiter spelen. Is Edward Gal nu ook een favoriet om daar goud te pakken? Wat mogen we Charlotte Dujardin bijvoorbeeld niet vergeten? Nee, Charlotte Dujardin kunnen we natuurlijk nooit vergeten, want wat zij heeft neergezet is fantastisch. Haar paard Vallegro is inmiddels met pensioen. Edward met Zonik, kans op goud? Ik hoop het natuurlijk, maar ik denk dat de komende maanden wel een beetje duidelijk gaan maken. Zeker als we naar het concours in Aken gaan kijken straks.
hoe de uitslagen daar zijn. Als we dan wel een beetje kunnen zeggen hoe goed Edward is en hoe groot de kans is dat hij goud gaat pakken. Dit was het dressuurgedeelte van de CIO. Morgen sluiten we af met de landenwedstrijd springen. Jij bent een dressuur-amazone, toch? Verheug je ook op morgen op het springen? Ja, ik vind het eigenlijk het leukste van het hele jaar om te doen, heel eerlijk gezegd. En het springen is wel een hele andere wereld dan de dressuur. Een balk is een balk. Dus als je pech hebt en je hebt een balk gereden, dan kun je daar niks aan doen. Dus je kunt ook niet de jury de schuld geven. Het is gewoon je eigen fout geweest. En dat maakt het wereldje wat nuchterder. En de wedstrijden ook wat spannender voor een leek om naar te kijken. Nou ben ik geen leek, maar... Ja, ik vind het nog steeds misschien bijna wel leuker dan de dressuur om naar te kijken, heel stiekem. We gaan er niet door vertellen. Dankjewel, Barbara Koot. Morgen dus die landenwedstrijd springen hier achter mij in de piste van het Rotterdamstadion in het Kralingse Bos. Die wedstrijd mogen wij helaas een rechtenkwestie niet live op tv uitzenden. Gaan we wel live verslag van doen op Radio Rijnmond vanaf 2 uur tot 6 uur. En dan hoor je Barbara Koot gewoon ook weer helemaal niets aan de hand. Dus en voor wat betreft tv en online, vanavond online, komen er veel meer berichten over het CIO op onze website www.rijnmond.nl. En wat tv betreft, CIO TV is morgen een uur of 16:45 op TV Rijnmond. En dan sluiten we deze 70ste editie van het CIO officieel af. Voor nu, bedankt voor het kijken. Hier bij het CIO gaan we feestje vieren. Dat doen we iedere avond aan het eind van de wedstrijden. Dan gaan we de Stroodorp in en dan maken we het heel gezellig en heel laat. Bedankt voor het kijken nogmaals. En tot morgen bij de laatste aflevering van CIO TV.